Het Asicura-systeem dat de douane gebruikt voor een vlotte afhandeling van de procedures bij import en export van producten is niet buiten werking. Al dagen circuleren berichten als zou het Asicura-systeem niet in werking zijn. De Belastingdienst laat weten dat deze berichten niet op waarheid berusten. Bij uitval van het systeem worden de procedures handmatig afgewikkeld en verschilt niet van het geautomatiseerd systeem. Asicura is operationeel en heeft sinds kort een upgrade ondergaan. Het ministerie van LVV heeft zaterdag samen met respectieve districtscommissariaten het startsein gegeven voor het proefproject Stimulering Erfcultuur. In dit project zullen in de eerste fase ruim 1200 percelen van burgers met 2 papayaplantjes worden beplant in de districten Saramaka en Wanica. In de proefperiode zullen de papayaplantjes op de erven van de burgers vanaf het begin worden begeleid door de medewerkers van LVV en de commissariaten Saramaka en Wanica Noordwest. De opbrengst van de papayas is na 6 maanden van de erfeigenaren. Het Directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer, OGA, heeft gisteren de bomen langs de Henk Aronstraat ter hoogte van het ministerie van Volksgezondheid gesnoeid. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door OGA en het crisisteam van het ministerie van OW, EBS, MSD en gedetineerden onder toezicht van KPA. Het kortwieken van de bomen was nodig omdat ze naar de gebouwen toe groeien, waardoor ze aan 1 kant zwaarder hangen. Door te snoeien zullen de bomen weer in evenwicht zijn. Het verkeer over de Henk Aronstraat werd tijdens de werkzaamheden omgeleid naar de Prinsessenstraat.